De gemeente Tiel en neder zijn ontevreden over het functioneren van afvalverwijderaar Avri. In neder gaat het met name om het onderhoud van het openbaar groen. Nou, wij zijn zeer ontevreden over de samenwerking met de Avri voor wat het betreft het groen. En wij hebben dus natuurlijk zelf als gemeente inmiddels al heel wat maatregelen genomen... Uh, en die hebben ertoe geleid dat uh, onze bezuiniging van 356.000 uh, euro dat die, uh, bijna weg is. En ik denk als we uh, uh, de laatste rekeningen gehad hebben, dan uh, staan we in min. Dit wordt natuurlijk raadsbreed gedragen. En ook de Partij van de Arbeid is uh, natuurlijk uh, zeer ontevreden. En uh, het, is zo, het gaat in dit geval gaat het niet om het vuil, uh, vuilnis ophalen. Dat doen ze prima. Maar ik zou zeggen, Schoenmaker blijft bij je leest. Uh, dit, uh, deze hele e dat heeft de Avri enorm onderschat. Wat blijkt nu aan alle kanten. We zouden daar, laten we zo zeggen, financieel beter van worden. Het tegendeel is waar. De AVRI monitort zichzelf en uh, dat betekent uh, slagen. Je keurt je eigen vlees. En uh, ja, daar zullen we iets aan moeten doen. Daar gaan we de komende week ook uh, over praten. En daar zijn we zeer ontevreden over. We krijgen straks de gemeentelijke herindeling waar Nierijnen bij betrokken zal zijn. En uh, daar zal, zal zeker afgerekend moeten worden door uh, de nieuwe gemeente. Maar wat gaat dat betekenen voor, uh, voor ons als overblijvende gemeente uh, binnen, het totale, uh, de, binnen de IBO-samenwerking? Dus wij zullen als gemeente ook zelf goed moeten communiceren met uh, 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 Tiel en buren om te kijken waar dit allemaal naartoe gaat.